aflevering van Alla Dol. En ik begin als eerst met Doralika bedanken dat we weer gebruik mogen maken van hun locatie. We zitten vandaag op de pier. Ik heb alcohol verboden voor deze, in ieder geval vandaag. Omdat ja, ze hebben weer nieuwe margaritas. En het kan weer erg uit de hand lopen, net als de vorige keer bij Peter Waterberg. Maar het wordt nog steeds wel even gezellig. We hebben weer een speciale gast. Een gast die onlangs heeft getekend bij Top Notch. Tenminste onlangs. Hoe lang geleden is het? Een jaartje geleden. Suriname is het pas. Top Notch is een naam die we al vrij vaak horen nu in Suriname. Ze zijn begonnen in 1995 met een platenlabel. En nu bekend als hip-hop label. En ze hebben een breed scala aan artiesten. En een van ze is dus Bonk. Of Pokkero. Ja, daar wil ik straks van alles over horen. Ik ben Ramona, uw host. En dat is... Dave, maar ik mag niet drinken vandaag, dus ik ben niet zo gezellig. Man. Dave is chill vandaag. Hij is... Weet je zeker? Hij doet heel veel kwaad. Anyways, Pok, ofwel Pokkero, verhuisde in 2008 naar Nederland vanuit Suriname. Onze eigen Surinaamse artiest. Het was even stil rond Pok in Nederland. Moet ik maar zeggen Pok of Pokkero? Dan gaan we straks echt op verder. Want die entiteiten van je zag broeieren me helemaal. Anyways, hij is dus even stil geweest, of dus rond hem stil geweest. Waarom? Een van de redenen was dus, denk ik, wat ik heb gelezen op internet, dat hij verschillende entiteiten heeft. En wat dat is, ja, daar wil ik van alles over weten. Ook dat heeft gesproken met de psycholoog. Was dat ook daarover? Ik ken het verschil. Zit je in de knop met jezelf? Zit je in de knop met jezelf? Af en toe, oké. Dames en heren, maak kennis met Pok, geboren op 17 december 1990. Je bent pas 28 jaar. Ja, een broekie. Een broekie. Je bent geboren met welke naam? R.D. Nee. Welke naam hebben je vader en je moeder je gegeven? Voluit. Resinho Desmond Liesde was ik. En toen heb ik mijn vader naam Ben je, de naamswijziging gedaan. Dus jij bent erbij gegaan? Ja, ook. Oké. Ja, want dit was het je moeder staan. Ja. En je ouders zijn van Suriname? Ja. Wonen hier? Mijn moeder woont in Nederland. En jij bent hier geboren, of in Nederland? Ja. Wel hier geboren. En je bent dus vertrokken in 2008. Yes. Wat was de reden van jouw vertrek? Twee zusjes daar en zes zusjes. Echt?
Moet je het zie je waarom je dat school moest? Ik ben wel een prins, man. Ik geloof wel dat je de basisschool niet hebt. Je bent, maar ik heb er wel spijt van, nou, hoor. Zeker nog dat ik wat ouder ben, moet ik terugdenken van, het is niet zo mooi geweest. Het kan beter. Maar ja, dames en heren, je leert van het leven. Dus. Maar aan de andere kant, je doet het goed, dus. Ja. Oké, okay, toen ben je dus naar Nederland gegaan in 2008. Een betere toekomst wilde je. Was je hier al begonnen met muziek? Wist je al vanaf kind dat jouw richting was en dat je dat nee, wilde? Nee. Ik had wel gewoon vrienden hier waar we altijd gewoon gingen. Freestylen, een beetje van die tape, je weet dat je zelf gaat tapen. Precies, dat. Dan ga je gewoon een beetje freestylen, dus dat was het altijd voor mij. Ja. Ik heb mij nooit gericht van muziek. Oké, even vragen. Misschien omdat je artiest bent, is dat niet de reden waarom je dan moeite had met passen in het schoolsysteem? Ja, dat was wel gewoon een beetje een moeilijke tijd, maar mijn focus was gewoon werken. Ik moet gewoon iets doen. Geld te verdienen of niet maar op, dus daar was ik meer gericht op. En het freestylen was gewoon even snel, ik was niet helemaal daarin. Wat wilde je dan later, als kind dan heel graag worden later? Heb je daar wel al over nagedacht? Nee, niet echt, maar vroeger toen ik hier zat op school, zeiden ze me altijd, je wordt vuilnisman. Je weet als je het best niet doet. Dat zijn wij. En ja, toen ik Nederland kwam, heb ik een kleine opleiding daarop gedaan met dans, street dance, breakdance had ik ook gedaan hier. Dus toen heb ik dat ook daar gedaan en daarna, toen ik mijn zoontje kreeg, ja, was ik gelijk op zoek naar een junta. Okay, dus op zoek naar de basis. Je bent een danser eigenlijk. Ik heb gedanst, breakdance, Oké, dus dat was het gewoon. Daar zit Janine. Even checken. Nu dat ik weet, ik heb twee kinderen. Gewoon een basis. Hoe oud zijn je kinderen? Zoontje van 5, dochtertje van 2 jaar. Van 2 jaar. Hoe was dat moment vader worden? Was je erop voorbereid? Was het gepland? Of had je zoiets van, oeps, gebeurd, maar ik ga ervoor? Ik wou allang kinderen. Uh-huh. Maar ik natuurlijk weet niet met wie ik kinderen krijg. Dus toen ik haar had leren kennen, was ik binnen 2 maanden. Was ik, klap! Je bent een scherp kinder. Ja, heel sterk hoor. Echt. Misschien direct zo. Dus ja, toen was het wel even van, oké, het is gebeurd. Accepteren, ik moet met haar worden. Maar jullie waren toch pas 2 maanden samen? Ja, dus we waren niet samen, gewoon scharrelen, gewoon iets leren kennen. Ja. En tuurlijk, hallo. Het gebeurt. Het gebeurt. Ja. Maar het gebeurt gewoon zonder condoom. Toevallig wel. Het was altijd met condo, maar toevallig. Die dag wel. En toen ja, was het gelijk raak. En ja, ik heb geen spijt. Je hebt er geen spijt van. Oké, okay, jullie zijn nu hoeveel jaar dus verder? 5 jaren verder? 7. Oh ja, ja. Oké, okay, 7 jaren verder. En zijn er nog trouwplannen? Meer kinderen in het verleden? Ik wil sowieso meer kinderen. Trouwen weet ik niet, maar als dat gebeurt, dan gebeurt. Trouwen hoeft niet voor jou? Hoeft niet. Waarom niet? De vrouwen trouwen niet, hè? Hoe bedoel je de vrouwen trouwen? Mannen en vrouwen mannen ook, samen maar met elkaar. Als het gewoon zo ver is, dan is het zo ver, dan trouw je gewoon. Hè. Trouwen, ja, je bent met elkaar. Alleen trouwen is gewoon het beste man en vrouw. Ja. Je weet toch? Maakt je ook één toch als gezin? Ja, ook dat klopt. Ook toch? Ja, zeg, waarom moet je in een discussie gaan? In een discussie gaan met die vrouwen over trouwen. Over trouwen niet. Wil je vrouw trouwen? Ja. Oh, kijk. Okay. Niet in discussie gaan, jongeman. Als je dit aan je huwelijk zou vragen, hoe zou je dat doen? Oh, normaal. Oh, normaal, man. Of ga je een liedje voor de gereden? Jij bent niet van hier. Ik zou gewoon een salto doen. Op mijn knieën landen. Op je knieën landen? Salto, dat is... daar moet ze keihard verschillen. Oh, met kniebescherming. Ja, dat zeker. Anders gaan die knieën eruit. Dat kijk ik maar. Ik zou ook grote beschermen zeker. Anders gaan die knieën eruit, man. Anders gaan ze eruit. Oké. Okay. Hoe combineer je net gezinsleven en artiestenleven? Want ik neem aan dat je vader best vaak thuis bent. Ik zou eerlijk zeggen, het was gewoon zware tijden voor me, want ik had ook een vaste baan. Ja, ik heb hem sinds een ma-
maand geleden het pijn in mijn hart. Het was mijn eerste baan en ik heb dat gewoon 8 jaar gedaan en ik had vast contract. En je was er super trots op, want je hebt ons in december nog... Ja, inderdaad. Klopt. Mijn baan was gewoon alles voor mij. Mijn muziek was gewoon daarvan los. Zo van, het verdient wel veel geld, maar het is geen vastigheid. Dus waar vastigheid is, wil ik zijn om mijn toekomst op te bouwen, voor mijn kinderen, voor mijn gezin. Dat was de basis in mijn hoofd. Is er niet iets dan voor jou om in de toekomst wel weer zelf je eigen bedrijf te gaan? Zou kunnen, maar dan moet je een goed plan voor hebben. Maar je hebt het werk 8 jaar gedaan. Dus ja, klopt. En ik, maar soms moet je, nou ben ik gericht op muziek. Ja, in de toekomst. Snap je? Muziek en de toekomst, dus daar moet je altijd gewoon een plan voor maken. Is het moeilijk of juist makkelijk om als artiest rond te komen in Nederland? Want wij hebben natuurlijk best wel een bepaald beeld. Je weet toch, artiesten, dure auto's, pim, flessen poppen. Het ziet er allemaal mooi uit, allemaal geweldig. Maar wat puur is, weten de artiesten ook wat puur is. Ja. En wij artiesten zijn allemaal verschillend. De ene gaat lekkerder dan de andere. Snap je? De andere heeft meer hersenen dan de andere. Dus het is allemaal verschillend. Dus het ligt aan de artiest zelf hoe hij zijn geld investeert voor zijn toekomst. Maar dan, dat ze gezegd hebben, vind je dat het artiestenleven mooier is dan je het verwacht? Of van, heeft toch wel andere kanten dan ik? Het heeft andere kanten natuurlijk, want fans en zo. Sommige mensen denken van, wauw, alles is wauw. Snap je? Hoe wil je het zeggen? Ga door. Maar in het echt is het auw. Ja, nee, maar ik zeg eerlijk, de artiesten die ons werken ook hard. Ja, mensen, ze gaan ook met gewoon tranen naar huis of zo. Van, hey, soms is het gewoon zwaar met alles om jou heen en alles waar je aan moet houden. Snap je? Het gaat niet meer makkelijk. Ik ga bijna niet meer jezelf zijn. Juist moet je jezelf zijn, zodat dat blijft. Je kan niet veranderen wat je bent. Zijn er van sommige spelen en anders. Zelf wel tegen. Dit ben ik niet. Ik denk de fans moet je sowieso wakker houden. Zo van, ze willen zien wat je doet. Want als je iedere keer gaat snappen, ik ben op de podium. Dat is niet interessant, want ze zien dat elke keer als ze je op komen checken. Maar als je thuis passes of op straat of met je vrienden echt gewoon jezelf bent, ze willen dat ook zien. Dus daarom iedere keer telefoon, die snap. Maar heb je het gevoel dat je toch ook wel een beetje wordt geleefd? Het is toch wel een verwachting die de fans hebben. Het is allemaal verschillend. Bij mensen kennen het verschil. Als ik een tijdje stil ben ik even stil op de Instagram. Je voelt je niet vervelend? Nee, ik voel me niet vervelend. Krijg je wel eens nare opmerkingen daarover? Ik krijg wel gewoon van, hey, ik wil je wel vaker zien hoor, op beeld en dingen, weet je, heel veel DM's. Je moet vaker toch wel snappen en als ik tijd heb, doe ik dat wel. Ik ben een beetje ouder. Wat is een DM? Ik hoor het vaker, maar DM is een soort mail van de, ja, van de Instagram. Je krijgt gewoon alles binnen van, hoe is het, dat is. Dat hoort bij de Instagram. Okay. Ja, dat komt allemaal. Ze probeert mij ook te leren, maar Dan gaan we nu naar je gespleten persoonlijkheden. Gespleten? Want ik heb begrepen dat er niet maar één persoon is in jou, dat jij niet gewoon één persoon bent. Klopt, want misschien als ik mij kijk, zie je dat. Nou, je weet. Geef mij maar wel die shot, hoor. Nee, ja, ik zie ik het, zo neem ik het ook. Ik heb 3 personen. En de eerste is Resinio, mijn echte naam. En je hebt Pook en je hebt Pokker. Pook is normaal en Pokker is de uiterste nog gekker. Maar als Pook normaal is, dan wie is Resinio? Resinio is gewoon, dat is de pure. De pure, de huisman, de hardwerkende vader, de kinderen. Snap je? Dus waar alles gewoon de lieve man echt gebeurt. Basis. Echt. Ja. De basis. Pook is artiest, snap je? Die gaat schrijven, die maakt muziek, is goed, tranquilo. En Pokro. Is die gek? Die gaat ons niet. Is alles, want Pokro spreekt je ook aan. Ja, ja. Snap je van, komen jullie mee? Er is nu zegt nee, blijf thuis. Ja, ja. En dan, wat gebeurt er dan? Heb je die stemmen ook echt in je hoofd? Of is het toch wel een soort van, je beschermt jezelf doordat je die 3 hebt? Het is niet per se dat ik echt stemmen heb, maar ik zie dat ik veel in mezelf heb. En dan moet je dat delen. Okay. Je hebt de interne communicatie even. Ja. Maar is het dat je die anderen ziet of is het hier? Ja, het is gewoon hier.
Mm. En het gaat het gevoel naar beneden. Yes. Want iedereen kent Pokroso van gek doen. Dus als iemand met me praat van, waar is je stem? Welke stem? Ja, ja, ja. Ik ga dan, waar is die stem? Dus ik combineer het gewoon. Maar eigenlijk is het ook een vorm van, laten we zeggen, ik geef een voorbeeld, ik kan het vergissen. Misschien moet je on stage gaan. Pop twijfelt een beetje. Dus dan moet je die Pokroso bij jezelf ook naar buiten halen van, brada. Tijd om te rock. Klopt. Ik denk, maar het hangt ook van de pokus af, hè. Welke pokus ik ga doen. Maar het moment dat ik mijn voet op het podium zet, dan voel je die pook stappen en die twee is gelijk pokus. Schakel direct hij open. Hij schakel gelijk. Maakt het jezelf niet af en toe een beetje moe, gek? Nee man, juist daar voel ik. Maar nee, het niet dat ik het controle, maar dat is gewoon de pure ik. De pure alles in mij wat ik gewoon ben en heef. Oké, dank. En jullie bij een psycholoog, was dat daarom? Ik had toch wat... Ik had wat issues met mezelf. En wat waren die issues? Gewoon zo van... Ik wist even niet wat ik wil en hoe ik mij moet voelen gewoon. Het is dat ik artiest ben, nou, maar ik voel me niet als artiest. Ik vraag me af waarom ik me niet zo voel. Ik maak zoveel mee en alles, maar ik ben gewoon nog steeds mezelf. Ja. Als je mensen ziet gillen, denk ik van, moet je eens weten hoe hard ik daar werk. Hier kom ik even zitten. Maar het is, je weet het, je gaat gewoon over nadenken, maar het is gewoon dat ik dat moet accepteren, dat ik dat gewoon heb en ben en dat ik dat gewoon deel met mijn fans. En heb je dat geaccepteerd nu? Ja. Je kan het nu wel gewoon. Ja, ik kan het gewoon delen, maar het gewoon dat mijn fans ook weten gewoon van, maakt niet uit wat je doet, denk gewoon sowieso aan jouw basis. De basis is de belangrijkste van jouw hele leven, je basis opbouwen. Dat is precies jouzelf. Ja. Alle talenten die jij hebt, of wat je ook dan hebt, kan je doen, maar soms moet het gewoon rustig beginnen. Mensen denken, het komt van met één keer. Snap je? Ik heb een compliment van een podium afval. In mezelf, van die trotsheid. Zonder die basis had ik niet die stabiliteit om pokeren en poker te beheersen. Snap je? Want de basis heeft mij leren werken, dat was één. Met geld omgaan, snap je? Dat is key eigenlijk. Ja, dat is de key. Wat is geld? Dat ben je pokeren waarschijnlijk niet, dat is de geld maken is eigenlijk makkelijk. Beheren is de kunst. En daar is het gewoon die pure vibe van, ik heb het geleerd wat geld is door om te werken en niet omdat het even goed ging dat ik mijn job ga afzetten. Nee, ik ga blijven werken tot waar het niet meer kan, want mijn lichaam zegt zelf, nee, dit kan niet meer. Ja. Nou is het tijd om... Ik vind het wel mooi dat je gewoon praat over psycholoog gebeuren, want in Suriname, eigenlijk is het als je in de knoop zit, is het gewoon een klankbord waar je kan gaan en het geeft je antwoorden. Maar hier denken ze niet. Ja, maar soms, wat ik ook dacht eerst van, waarom moet ik naar de psycholoog gaan? Yes. Het is mezelf, ik weet dat ik mezelf kan goed. Maar als je gaat praten met iemand, dan weet je wat in jou zit en wat de problemen zijn, want hij heeft ervaring. Dan moet je gewoon weten en dan moet je ook kunnen aanhoren. Ja. Word je ook begeleid daarin dat iemand tegen je heeft gezegd van, misschien moet je nu even met de psycholoog praten, want het brengt je rust. Dit is misschien een financieel adviseur die je zegt, op deze manier kan je je financiën beheren dan. Kijk, iemand die me nooit gezegd heeft, toen heb ik gewoon gehoord gehad en toen heb ik dat gewoon gedaan. Maar daarnaast was het ook van, ik geloof in God, snap je? Ik geloof gewoon in de almachtige God en alles wat ik moet zien en hoe ik gewoon aanprijzen. Zo. Dat ben ik met hem de connectie. Dus als je in God gelooft, mix met dat, kom je jezelf echt gewoon tegen van, oké, dit is het. Ben je religieus? Of religieus opgevoed? Mama? Beleid je geloof, mama? Is hij religieus opgevoed? Ja, ik denk dat ik het ook. Ik moest even denken, want het is nog steeds boven met die woorden. Oké, maar je gaat niet naar de kerk. Ik ben wel naar de kerk geweest. Maar nu heb ik gewoon altijd gewoon tijd voor mezelf. En als er een zondag vrij is, tuurlijk ga ik nog. Maar nu is het ook dat ik gewoon puur in mijn kamer of waar ik ook dan ben. Ook als het live of stage voor de show of in de auto. Een kleine moment dat ik even voor mezelf heb.
leren in het leven. Want wij zijn mensen die moeten blijven leren. Soms denk je, je weet alles. Maar hoe meer je gaat verdiepen in alles van jou, die om jou draait, kom je achter. Dus eigenlijk hoe meer je weet dat je niks meer. Ja, toch? Nou, wat we nog meer willen weten over Pook, daar gaat Dave achterkomen, want hij gaat ja en nee met hem spelen. Dat had ik nog niet verteld. Dave, jongen, je komt altijd met die ja en nee dingen spelen. No, man. Heel simpel, heel snel, heel kort. Okay. We doen even een break natuurlijk en dan zijn we terug met ja en nee. Die komen in je leven. Ik laat niet alles hoor, ik ga gewoon praten. Ja, daar is niet er. Ja, en dan gaan we verder met Dieken in Pook slash Pokerop zijn leven. En Dave heeft een aantal vragen opgeschreven, die staat trouwens op de rode kaart. Dus ga. Ja, sowieso. Dus eigenlijk zijn er heel veel vragen gesteld, ik ga het erover niet. Maar ben je wel eens nieuwsgierig? Ja. Ben je trots op jezelf? Soms. Verslaafd aan je telefoon? Ja, nee. Ja. Bestaat eeuwige liefde? Ja. Heb je wel nare ervaringen gehad in bed? Ja of nee? Ja, ik word net soms zeggen. Wel eens vreemd, gegaan? Je vrouw ging niet naar het programma maken. Sorry. Soms. Ja of nee? Ja, sorry, ja. Wel eens iemand hart gebroken? Ja, dus nee, je mag het niet afwezen. Ja, vroeger, ja. Ben je wel eens vaker afgewezen? Is het makkelijker nu om een check te krijgen? Soms. Ja, of ja, nee, wat is daar ja, niet? Sorry, die soms gaat over. Nee, ja, nee. Maar die soms zit tussenin. Kijk, je daardoor is nu andere vrouw? Nee. Sorry. Is potro. Ja, zie je wat ik bedoel? Ik heb wat algemene vragen voor je. Of je eigenlijk moet erop dieper op ingaan. Je zei dat mensen gaan in bed. What's up? Welk moment was dat en hoe en wat? Had je een zwak moment? Nee, ik had geen zwak moment. Het was zo spannend. En dat zij was even weg. Gewoon een beetje. Slaapverwekkende zaken? Nee. Het was zo heftig dat er een beetje. Ja, hoe noem je dit? Schuim uit haar mond. Het was echt lekker. Het was trillen, maar ik weet niet waar die shock is. Ik stil, want ik was Spider-Man toen de tijd naar het huis. Want de vader was beneden en de moeder, wie ga je roepen? Want er is iets gebeurd, maar ik dacht van ja, hallo, ja, ik moet toch naar beneden. Met mijn bosje secretaire, kun je me helpen, je dochter. Is waar. Is zo heftig gekomen. Ja, hij zei, wat? Mijn dochter? Wie ben jij? Als ik een Suriname was, had ik haar meegenomen, mijn collectie kunnen optillen, wegrennen. Als het zo ver komt, maakt niet uit waar je bent, wie het ook is, geef het gewoon toe. Maakt niet uit als die vader je gaat killen, maar er is iemand daar die geholpen moet worden, dus je moet dat gewoon doen. Maar uiteindelijk is het goed gekomen en dan weet ik van oké, met haar was het dan niet zo, maar... Rustig of is het? Maar je was er waarschijnlijk ook niet meer van. Huisjes spelen toen de tijd. Toen de tijd, sorry.
Ja, dus toen moest ik van alles en zij was mama, ik was papa. Er moest een baby komen natuurlijk. Ja, ja, maar kindjes moesten altijd, want wij hadden ja, want daar heb je nog, heb je toen van, oké, jij bent mijn kind. En de kinderen moesten altijd spelen, want de grote kinderen al. Dus die moesten gaan spelen. Maar mijn papa moest nog meer kinderen. Oké, was het een leuke ervaring? Was het een leuke ervaring? Het was nieuw. Het was nieuw voor mij, voor haar. Dus het is ook wat we altijd gewoon zagen. Ook, oh, het was gewoon, hey, je mag even piepen? Ja, dat was het. Weet je, je komt boekjes tegen. Je dacht je ook dat het in het midden was de eerste keer? Of is het aan de onderkant? Midden. Nee. Dus elke man ja, bocht eerst. Nee, maar ik was echt, ik moest even kijken. Alles. Ik moest even kijken naar alles, want ik wist van niks vroeger toch. Je ziet in boeken van, ook chappen, eten. Ja. Ik zo een beetje plas nog, je weet toch. Liever achteruit weer. Niet toch, je was jong toch, je weet niks. Kijk, je weet het, ruiken. Ja, je moet alles ruiken, want je weet niet wat het is, dan moet je echt weten wat het is. Het is wel echt een even ruiken. Ja. Ja, toen was er ook geen internet en dat soort dingen. Ja, heb je seksuele voorlichting van je ouders? Nee, dat niet. Ja, in het begin wel. Maar je moeder heb je dat wel gehad, maar dat, toen was je al in Nederland dus. Wat had je dan gedaan? Ja. Weet je, zijn kop. Ook als we een jong zijn. Dingen gebeuren soms, maar ja, als je vroegtijdig van leert, dan is het goed. Maar soms maak je weer een fout. Je hebt van geleerd, maar toch maak je een fout. Wat was je beste ervaring? Ik zit van het beste. Laten we eerst beginnen op seks. We zijn toch al over seks aan het praten. Zoveel ervaringen gaat nog. Wat is het meest aantal vrouwen dat je tegelijk hebt gehad? Dat het op die manier. Dat kan ook, ja. Jawel, ik heb... Ja, dat praat ik over de beste ervaring. Ik heb één keer drie vrouwen. Dus je bent dan aan voor triootjes? Ja, dat was toen de tijd wel gewoon wat van, ik wil het gewoon meemaken. Ja, wat, ja. Hoe zit dat precies? Ja, ik ben niet op mijn telefoon hoor. Ik heb hier namelijk ook een aantal vragen in. Zoveel, er zijn vragen. Deze ja, er zijn vragen. Maar dat bepaalt altijd. Dus. Doe maar. Nee, je mag vragen stellen, maar mij mag je. Eerlijk gezegd, door het gesprek ben ik vergeten dat ik heb gevraagd. Dus, trouwens, gebruik je wel eens drugs? Nee. Wel eens gebruikt? Nee. Ook nooit in Nederland een joker gerookt? Oh, ik heb het wel geprobeerd, omdat ik wil weten maar, hoe dat jokers, geen drugs. Nee, dat is geen. Ja, maar gewoon in dat is een soort van soft. Juist. Dus ik heb het geprobeerd, maar ik kan gewoon niet tegen roken of en ik drink ook niet. Nou, stop. Eén glaasje bier ben ik nog niet bij mij. Gewoon gelijk weg. Ja, maar het is gewoon zo zwaar. Mijn lichaam kan niet aan tegen. Dus jij hebt een luxe probleem. Mijn lichaam hunkert er meestal aan. Ja. Je bent een ijdel thuis, of niet? Wat is dat? Je weet niet wat een ijdel daar is. Sorry. Ja, dus. Ja, dus. Ga je elke dag naar de gym, kijk je elke dag in de spiegel van oké. Okay. Dat je schoenen passen bij je kleren, bij je riem, bij je... Nee, niet echt. Dus je bent niet echt een ijdel daar. Ik ben ook niet te doen. Ben je wel bewust nu van hoe je jezelf moet presenteren in het publiek? Dus vroeger was het gewoon, hey, ga even naar de winkel. Nu is het van, laat me maar toch even zetten hoor, man. Ik ja, tuurlijk. Ik wil natuurlijk gewoon goed uitzien. Hij heeft zijn haar gedaan, fresh cut, je weet wat. Broek ziet er goed uit, alles maar. Het is gewoon normaal. Heb je wel momenten dat je in de stad loopt en denkt van, Jezus, laat me gewoon even wandelen zonder dat iedereen, of word je nog niet zo veel lastig gevallen? Ja. Privé tijd, hè? Ja, wat? In je privé tijd. Ja. Laten we zeggen, met je matties wandelen. Heb je soms iets van? Ja, niet echt van. Ja, niet wel, maar gewoon, ik krijg toch wel altijd gewoon een fotootje hier of vraag je daar. Maar soms zeg ik van, maar ja, ik ben met mijn kinderen, die foto kan wel, maar echt dieper van even juist praten of daarover muziek en dingen. Dan zeg ik, ik heb nou echt geen tijd voor. Dus niet alleen maar met capuchon en pet en bril. Nee, dat hoeft nog niet. Toekomst. Oké. Okay. Over welk lichaamsdeel van jezelf ben je het meest tevreden? Ja, Bangladesh. Ja, want je kan alles zien, je kan alles hebben, maar als dat niet stabiel is, dan ben je weak. Ja, dan moet je goed eten, anders val je op. Ja. En als je iets aan jezelf kan veranderen, wat zou dat zijn? Huh?
Ik mag groeten. Als ik iets. Nee. Niets zou je willen veranderen aan jezelf? Ik ben tevreden veranderen. Wat was je leven? Als je voor een dag een vrouw zou mogen zijn, wat zou je doen? Niet die Bangladesh gaan zoeken, denk ik. Nee, ik denk het niet. Wat zou ik doen? Ik weet niet, man. Ik zou iets doen. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik zou doen. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik zou een man zoeken met veel geld, snel laten tekenen, zodat wanneer ik een man word, ik alle geld heb. We kunnen die rol een keer draaien. Oké, met welke beroemdheid zou jij de nacht willen doorbrengen? Zoveel. Er zijn er zoveel. Wat een kick. Een Nederlandse, Surinaamse, Amerikaanse? Amerikaanse. Heb je voorkeur aan smaak? Dus het moet er bijvoorbeeld chocola zijn, vanille, amtau. Het moet echt. Of een prep. Van alles, man. Het gaat om het huid, hè. Want ja? Het huid kan ook irriteren. Als je even aanraakt zo, voel je gewoon dat het compleet is. De uitstraling, maar ook de binnenkant. De persoonlijkheid. Ja, je moet het gewoon voelen. Het maakt niet om kleur, want ja, kijk op alles. Je bent dus een gevoelsmens? Ja, het moet gewoon lekker voelen en lekker lopen. Ja, maar niet alles wat lekker is, is lekker. Niet alles wat mooi is, is mooi. Snap je? Dus het gaat om. Er zit wat meer verstaan daar binnen. Ja, dat is goed. Spokken. Oké, okay, luister. Vond je het gezellig? Ik vond het gezellig. Ja, maar ik heb nog een heleboel vragen. Wat heb je wel wakker gehouden? Ja? Ik heb nog een heleboel vragen, maar ja, we hebben zo'n lange uitzending. Klopt. Ik vind het zo, jij bedoelde je met de soundcheck. Yes. Ik vond het super leuk dat jij wilde meewerken hier. Maar heb jij een boodschap? Message aan de kijkers thuis. Kijkers, is je boy Pokro. Ik hou van jullie. Thanks for having me. En ik wil zeggen van, volg je doelen. Blijf in jezelf geloven. Geloof in God. En de basis op voor jezelf. Geloof in mensen. Zie je me over 10 jaar? Ik denk wow, zie me je over 10 jaar. Oh, wauw, zie je. Oh, ik dacht, ja, ik, ja, over sorry, 10 jaar. Sorry, ik ga hem met abroodjes mee. Zie je mij weer? Kijk eens, dat was weer een aflevering met niemand minder dan onze speciale gast Pokro. Hij gaat rennen, want hij moet weg voor zijn soundcheck. Yes. Vergeet niet, we zijn er over 2 weken weer met een nieuwe aflevering. Ook dan hebben we weer een speciale gast. Zij hebben gewoon niks te maken. Hey, ik zie je later, Gappie. Ja, ze hebben niks te maken, ze gaan gewoon uit beeld. Zij groet altijd, dus ik hoef gewoon niet te blijven. Hey, mensen, later. Volg ons op ons YouTube-kanaal, Ramona Boutar. En ja, u mag gewoon langs voor de camera. Geen probleem, gaat u maar gewoon. Geen probleem, hoor, het gaat allemaal. Dankjewel, Narika, dankjewel. Kijkers, tot gauw weer. Wauw, nog niet stoppen, nog niet stoppen. Oh, ik heb het niet.